Ja, goedemorgen allemaal. Zullen we voor zover mogelijk met elkaar gaan staan en het allereerste lied zingen? Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is God. Is goed. En God is liefde. En Hij is hier met ons, in ons midden, in ons hart, rondom ons heen. We zijn met Hem verbonden. En zo mag ik u van harte welkom heten hier in de zaal. Mensen die hier voor het eerst zijn, van harte welkom. Mensen thuis, van harte welkom. A special welcome to Carla en haar husband en Hans van Deventer. Welkom. En ik zou zeggen,
heet elkaar ook eventjes van harte welkom. Wat bij u past. Thank you.
Ja, en het volgende lied is misschien een wat nieuwer lied. Maar we gaan de uitdaging gewoon aan. Machtige daden. Eigenlijk voldoende grote mensenliederen nou gezongen, vinden jullie niet? Zullen we Jochem naar voren vragen? Nou, ietsje enthousiaster, kom op. Sorry Jochem, ik heb het nog geprobeerd. Nog een keer, zullen we eventjes heel hard ja roepen? Zullen we Jochem naar voren vragen? Kijk. Nou, dat is beter. Dankjewel.
Ik ga even mijn speech neerleggen als handout. Vandaag heb ik echt een preek geschreven, maar dan voor kinderen. Daar komt ie. Okay. Dit is weer een puzzelstukje. En wat zien wij hier? Nou, dat vind ik wel interessant altijd wat wij er zien. Want er wordt er iemand naar binnen gebracht, gevangen genomen, geloof ik. Maar ja, dat viel me niet als eerste op. Wat ik hier zie, is, even kijken hoor, een man en een vrouw. En die noemen we maar even Freek en Simone, gewoon voor het idee. En Freek zegt, hey, als jij nou vast de oven aanzet, dan heb ik een mes in mijn zak. En dan kan ik mooi die haan daar, dat kippetje bereiden, hè? En dan zegt die vrouw, ho ho, jij kookt vandaag. En dan steekt die man zijn hand op, oh ja, dat is waar ook. Nou, nee. Oké, als iedereen is uitgelacht. Nee, even wat context bij dit verhaal. Oké, vandaag is het Palmzondag, hè? Dat weten jullie allemaal. En Palmzondag denken wij eraan dat Jezus op donderdag op een ezeltje Jeruzalem binnenreed en dat iedereen super enthousiast was. En we hebben het eigenlijk over Petrus. En Petrus was zijn vriend en die was daar heel blij mee. Die was heel blij, helemaal enthousiast, vreugdevol, jubelend, joepie de poepie. Dus, en de volgende dag wordt zijn vriend Jezus ineens gevangen genomen. En dan wordt hij juist weer heel bang en boos en verdrietig. En dapper als Petrus toch is, glipt hij mee achter Jezus aan die gevangen genomen is. En staat hij daar op de binnenplaats en dan zegt iemand, hey, jij bent toch een vriend van Jezus? En Petrus is bang, dus hij zegt, nee. En dan komt er nog iemand aan toe en die zegt, jij bent toch een vriend van Jezus? En hij zegt nog banger, nee. En dan komt er nog iemand en die zegt, ik weet het zeker. Jij bent een vriend van Jezus. En dan wordt hij boos en dan zegt hij, God weet dat ik die man niet ken. En dan komt die haan en die krijt. En dan denkt hij aan het moment dat Jezus tegen hem zei, nog voordat de haan krijt, zul je mij 3 keer verloochenen. Oh, zeg dat je mij niet kent. Dus hij rent hard weg en hij huilt. Nou, oké, ik leg deze even neer. Die geef ik aan Carlijn, dat is een beter idee. Carlijn, alsjeblieft. Goed zo. Top. Nou, wat leer ik uit dit verhaal? Ik leer dat als je een vriend van Jezus bent, dat je het ene moment blij kunt zijn en het andere moment boos kunt worden, maar dat het niet uitmaakt dat je een vriend van Jezus bent. Dat ben je dan nog steeds. En als ik dan heel eerlijk naar mezelf kijk, dan zeg ik, als ik hier ben in de kerk, ben ik heel blij. Ben ik een vriend van Jezus. Maar ook als ik een vriend van Jezus ben, soms als ik heel moe ben, word ik vaak heel boos. En dan zeg ik dingen waar ik later spijt van heb. Dus. En dan mag ik dus leren dat ik dan, wat er dan ook gebeurt, ik ben nog steeds een vriend van Jezus. Dus, je mag huilen, je mag lachen, je mag bang zijn, je mag boos zijn. Ook dan ben je nog steeds een vriend van Jezus. Amen. En dan nu het allerleukste moment, en dat is dat de kinderen gaan zingen. Zij en ik zakken en pakken de kleding en spreiden ze uit.
hele fijne tijd met elkaar in Wonderland. Ik heb een paar mededelingen, of ja, ik heb één mededeling die driedelig is. En dat is Pasen. Misschien heb je het al gezien in onze updates, of op Facebook, of waar dan ook. Volgende week is dus Pasen, volgend weekend. En wij willen dat natuurlijk ook met elkaar als gemeente vieren en daar tijd aan besteden. En we hebben drie dingen. Dat is nieuw. We hebben drie dingen. Normaal gesproken hebben we avondmaaltijdsdienst met Goede Vrijdag en dan de Pasendienst. Maar deze keer hebben we ook nog iets ertussen. Dus kijk maar. Dus aanstaande vrijdag om 7:30 is een avondmaaltijdsdienst met Ank hier in de gemeente. Dat wil je uiteraard niet missen. En gaan we samen stilstaan bij de kruisiging en wat dat allemaal voor ons betekent. En dan hebben we Stille Zaterdag. En ik wilde al zo lang iets doen met Stille Zaterdag en dat kwam er nooit van de grond en dan kwam COVID ertussen en alles. En dan hadden we dit jaar onze outdoor/indoor kerstbeleving. En we hadden dit mooie moment hier in de kerkzaal ook, waar mensen even een stukje bezinning, stil zijn, kaarsje aansteken enzovoort. Dacht van, weet je wat, dit doen we gewoon weer. Dus Stille Zaterdag, kun je hier gewoon binnenlopen tussen 19 uur en 21 uur. Mag je hier, het is geen programma. Dus het is niet alsof het begint om 19 uur en is afgelopen. Nee, je mag gewoon binnenkomen en even je moment pakken. Er is een flyer, daar zijn dingen die je kan doen. Mag ik al iets verklappen, Lara, of mag dat niet? Ja, echt super mooi bedacht, maar je kan hier je ei kwijt bij het kruis zaterdag. En wat dat precies inhoudt, ja, als je dat wil weten, dan moet je maar komen. Dus er is stilte, is gewoon een moment van bezinning, meditatie, bidden, wat dan ook. Dus pak dat moment even, of je daar 5 minuten over doet of 2 uur. Het is helemaal aan jou. En dan 31 maart uiteraard onze dienst met Pasen en ik zal voorgaan. En we gaan die serie Koninkrijk Ontmaskerd gaan we afsluiten met deze zondag. Dus als je alle andere 9 preken hebt gemist, deze wil je gewoon niet missen, want dan gaan we komt het geheel allemaal bij elkaar. Goed, dan is het nu tijd voor onze collecte. En zoals je weet hebben we af en toe deze collectes die wij noemen de Erzamen Omgeven collecte. En misschien moet ik dat toch maar weer een keer even toelichten, want het belangrijkste is dat er iets is waar wij samen om geven. En deze projecten komen uit jullie eigen rijen. Elke keer weer iets anders wat dierbaar is voor iemand uit ons als gemeente. En jullie mogen daaraan geven. En het gaat om het collecte moment dat wij weggeven. Dus wat wij nu in deze komende 1,5 uur bij elkaar brengen gaat naar dat project dat Dennis... Ja, aan ons gaat voorstellen. Wij noemen hem allemaal Denno, want we hebben al een Dennis. En sommigen vinden het verschrikkelijk, hij vindt het prima, maar vandaag is het gewoon Dennis. Huh? Dennis, vertel ons. Dennis. Ja, goedemorgen allemaal. Ja, dit is het mooiste moment van de dienst, want we mogen er samen om geven. En ja, ik zeg thuis altijd, als je geeft, wordt het meer. Dus vandaar dat ik hier nu sta, maar ik sta hier niet alleen. Tijmen, mijn zwager en Elma, zijn vriendin, mijn schoonzus, die zouden hier heel graag geweest zijn om zelf ook nou ja, de collecte van harte bij u aan te bevelen. Waren het niet dat ze juist vandaag vertrokken naar Gambia, nou jullie hebben allemaal uitgebreid kunnen lezen hoe of wat,
Heb je dat nou niet? Geen probleem. Techniek staat voor niks. Dus als het goed is, hebben wij verbinding met Tijmen. Tijmen, ben je daar? Ah, Dennis. Bedankt voor de uitnodiging. Goeiedag, gemeente. Ah, zus. Leuk dat je er ook bent. Nou ja, zoals je kan zien, zit ik op dit moment in het vliegtuig. Wij zijn ongeveer halverwege Marokko. En wij gaan weer terug naar Gambia. We zijn er eind vorig jaar al geweest. En dat was een mooie ervaring. Ook hartverscheurend. Omdat wij bij een schooltje zijn geweest waar eigenlijk geen stromend water is, geen elektra. En waar kinderen soms zelfs niet eens schoenen hebben. En daar hebben wij vorig jaar zijn we daar al heen gereden. Het is ongeveer 6 uurtjes rijden vanaf de hoofdstad. Hebben wij al schoolspullen gebracht. En speelgoed en voetballen en noem het maar op. Maar ja, het is eigenlijk nooit genoeg. En dat idee dat is bij ons blijven hangen. Dus wij gaan terug. En het is ons doel om daar ter plekke eigenlijk alles in te kopen. Want dan help je ook gelijk daar de mensen die daar werken en wonen. Dus we willen eigenlijk daar een berg schoolspullen gaan halen. We willen verfspullen gaan halen, want we willen ook het schooltje een beetje gaan opfrissen. We willen een berg speelgoed gaan kopen. En ja, het is ons doel om daar echt een bijdrage te kunnen leveren, nog groter dan de vorige keer. En eigenlijk is het dan ook, nou ja, je voelt hem al wel aan, wij zouden nog meer willen bijdragen dan wij op dit moment al zouden kunnen. En daar hebben we eigenlijk uw hulp voor nodig. Dus als u daar een bijdrage zou kunnen leveren, zou dat heel fijn zijn. En dan gaan wij ongeveer 260 basisschoolkinderen nog blijer maken dan dat wij al hoopten. Het is het meest rare vliegtuig wat ik ooit heb gezien. Allerlei dingen. Zo'n groot raam heb ik nog nooit gezien. Zoveel beenruimte. De meest oncomfortabele stoelen. En blijkbaar gebruikt hij gewoon zijn mobiel tijdens het vliegen. Oh. Maar lieve mensen, geef met hart en ziel aan dit mooie en prachtige project. Gebruik die code hier. Gebruik de codes die staan op de stoelen voor je. Als je cash wil geven, in de hal staat die box daar bij de balie, dan mag je dat ook nog kwijtraken. Maar geef gewoon aan dit prachtige project en dank jullie wel allemaal voor jullie bijdrage. Dan, vanochtend is het een bijzonder voorrecht dat we een bijzondere spreker mogen verwelkomen in ons midden. Afgelopen weekend was de districtsvergadering waar zeg maar verschillende mensen uit allerlei kerken van Nazarene en het land bij elkaar komen om met elkaar over dingen te praten die het werk van de kerk van Nazarene aangaan in Nederland. En altijd, meestal, ik zeg altijd klopt niet, maar vaak, meestal is dan ook een van onze algemene superintendenten aanwezig. Juist als we bijvoorbeeld een ordinatiedienst hebben. We hebben weer 2 mensen tot oudsten geordineerd binnen ons predikantenkorps in de kerk van Nazarene. Die mogen zich ook nu DS noemen. Wat heel raar is, als je een vrouw bent, mag je jezelf nu heer noemen. De heer, dominee. Maar goed. Anyway. Onze algemene superintendent, we hebben er 6 van, die zeg maar als het ware leiding geven aan het wereldwijde gebeuren van de kerk van de Nazarene. En 1 van die 6 is dus bij ons vanochtend hier aanwezig. Ik kreeg de vraag een paar maanden geleden, zou ik het fijn vinden als Carla bij jou komt spreken? Zeg, zeker, kom maar, eigenlijk wil ik de serie vandaag afronden, maar hey, kom maar, superleuk, want ik vind het belangrijk. Dat jullie ook af en toe zien, wij zijn family, wij zijn familie, maar er is zoveel meer familie nog. En het is altijd fijn als dan iemand even komt om ons dat te laten zien en vertellen. Dus we zijn heel dankbaar dat Carla daar vandaag is. Carla en Chuck Sandberg, Carla met haar man die met haar de wereld rondreist. Zij is onze algemene superintendent voor de Eurasieregio op dit moment. En we zijn heel blij, hij werd al gepromoot, Hans. Het is Hans Deventer, niet Hans van Deventer. Het is Hans Deventer van Dordrecht, dat wel. Vanuit Dordrecht.
Hans, ik vind hem gewoon een van de beste vertalers, dus die heb ik dan ook maar gelijk geronseld om dat dan te doen voor ons vanochtend. Dus heet ze allebei van harte welkom hier bij ons vanochtend. Hallo. Good morning. Goedemorgen. It's good to be here with all of you today. Het is goed om hier met jullie allemaal te zijn. I have looked forward to this for quite some time. Ik heb hier al een tijdje naar uitgekeken. The last time I was here was about 8 years ago. De laatste keer dat ik hier geweest ben was een jaar of 8 geleden. And we were having a general church meeting here in the Netherlands. En we hadden hier een vergadering van de Algemene Kerk in Nederland. And I snuck over here on a Sunday morning and sat in the back just to listen in. Dus ik zat hier zondagochtend achterin om een beetje te luisteren. One of those reasons is because I've known your pastor for a long time. En dat is onder andere omdat ik jullie predikant al een hele lange tijd ken. I grew up in Germany. Ik ben opgegroeid in Duitsland. And I went to the same church with his mother. En ik ging naar dezelfde kerk met zijn moeder. So I've known him since he was about this big. Dus ik kende hem sinds dat hij ongeveer zo groot was. And I'm so glad that he's grown up. Ik ben wel blij dat hij opgegroeid is. Maybe. Oh. But this I do know. Maar dit weet ik. He loves Jesus. Hij houdt van Jezus. And he loves you. En hij houdt van jullie. And we're here today because we are one big family. En we zijn hier vandaag omdat we één groot gezin zijn. Now this is Palm Sunday. En dit is Palmpasen. And we heard this wonderful story with the children this morning. En we hebben al het verhaal gehoord van, met de kinderen. But if we just imagine back to that day in history when Jesus came into the city of Jerusalem. Maar als we terugdenken aan dat moment in de geschiedenis toen Jezus de stad Jeruzalem binnentrok. He came riding on a donkey. Hij kwam op een ezel. Which was a little bit of a humble thing to do. En dat was een nederig ding om te doen. But the people were excited that he had come into the city. Maar de mensen waren enthousiast en hij kwam. And they waved their palm branches. En ze zwaaiden met hun palmtakken. And they sang songs of praise. En ze zongen lofliederen. They believed that this was an amazing man. En ze geloofden dat dit een bijzondere man was. But they hoped that he had come to overthrow the government. Maar ze hoopten dat hij gekomen was om de regering omver te gooien. That was not his plan. Maar dat was niet zijn plan. And when he didn't do what they wanted him to do. En toen hij niet deed wat ze wilden dat hij zou doen. By the end of the week they had crucified him. Hadden ze hem gekruisigd tegen het eind van de week. It was a humbling day. Dus het was een vernederende dag eigenlijk. More than 2000 years ago. 2000 jaar geleden. You see, Jesus was ushering in a new family. Jezus begon een nieuw familie. But they weren't ready for that family. Maar ze waren niet klaar voor die familie. So I want to talk for a little bit this morning about family. Dus ik wil het vandaag over familie hebben. My husband and I have a daughter that lives in Manchester, England. Mijn man en ik hebben een dochter die in Manchester, Engeland woont. She's married and they have two children. Ze is getrouwd, ze hebben twee kinderen. So whenever we come over here to Europe, we have to stop in England and see our grandchildren. Dus iedere keer als we weer in Europa komen, dan moeten we even naar Manchester om onze kleinkinderen te zien. We have to stop and spend time with family. En dan moeten we stoppen om tijd met onze familie door te brengen. But then in the church we have family. Maar in de kerk hebben we ook familie. So a week ago we were in Germany. Een week geleden waren we in Duitsland. And we were with Pastor Dennis's parents. En dan waren we met de ouders van dominee Dennis. And with his sister. En met zijn zus. And we spent a day together. En we hebben daar een dag samen doorgebracht. And it was like being with family. En ook dat was bij gewoon familie. And that night we went to dinner with another friend. En die avond gingen we eten met weer een andere vriend. That I had known since I was a little girl. En die heb ik al ken ik al van dat ik zo klein was. And we sat around the table together. En we zaten samen rond de tafel. And we were family. En we waren weer familie. Well, today I want to talk about this new family that we find in Christ. En vandaag wil ik het hebben over de nieuwe familie die we leren kennen in Christus. And I want to look at the story that is found in the book of Ruth in the Old Testament. En ik wil kijken naar het verhaal in het boek Rut in het Oude Testament. It's the story about an unlikely family. En dat is een heel onwaarschijnlijk gezin. There was a woman named Naomi. Er was een moment, een vrouw die Naomi heette. Naomi. And she was Jewish. En zij was Joods. And she and her husband had to leave Israel because there was a famine. En ze moesten
Israël uit omdat er een hongersnood was. So they went to a country called Moab. Ze gingen naar een land dat Moab heette. And they lived there. En daar leefden ze. They had two sons. Ze hadden twee zonen. And while they lived there, they found two women for their boys to marry. En toen ze daar leefden, vonden ze ook twee vrouwen voor de jongens om te trouwen. One was named Ruth, the other was named Orpah. De een heette Ruth, de andere Orpah. Now a little bit of trivia. Beetje triviaal. You've heard of Oprah Winfrey? Je hebt wel eens misschien gehoord van Oprah Winfrey. Her name was supposed to be Orpah. Her parents just spelled it wrong. Het had Orpah moeten zijn, maar de ouders spelden het verkeerd. So it's from this story in the Bible. En dat komt uit dit verhaal uit de Bijbel. Well, then the two young men died. Maar die twee mannen stierven. And Naomi's husband died. En de echtgenoot van Naomi stierf ook. And now you have three women left alone. En dan heb je dus drie vrouwen over. And Naomi says, I need to go back home to my homeland. En Naomi zei, ik moet weer naar huis, ik moet terug naar mijn eigen land. And she said to Orpah and to Ruth, you go back to your families. You've lost everything now. En ze zei tegen haar schoondochters, ga jullie maar terug naar je eigen families, want ja, je hebt alles kwijt. Orpah goes back home to her family. En Orpah doet dat, die gaat terug naar haar gezin. But Ruth says, I'm not gonna leave you. Maar Ruth zei, ik ga je niet verlaten. She says, I'm gonna go where you go. Ik ga waar jij gaat. Your God will be my God. Uw God zal mijn God zijn. Your people will be my people. Uw volk zal mijn volk zijn. And so she left with her mother-in-law. En zo vertrok ze met haar schoonmoeder. And she went to a strange land. En ging ze naar een voor haar vreemd land. They return and they are very poor. Ze komen terug daar en ze zijn straatarm. Two women. Twee vrouwen. How will they survive? Hoe gaan ze dat overleven? But Ruth is determined to help her mother-in-law Naomi. Maar Ruth is ervan overtuigd, ze gaat haar schoonmoeder helpen. So she learns from Naomi that she can go and she can get wheat from a field. En ze begrijpt van Naomi dat ze ergens naar een veld kan gaan en daar koren kan krijgen. You see, God had a plan for the future of these two women. Want God had een plan voor de toekomst van deze twee vrouwen. And it had to do with a man by the name of Boaz. En het had te maken met een man die Boaz heette. He was an older man. Hij was al een wat oudere man. He'd never been married. Hij was nooit getrouwd geweest. Sometimes I wonder why. Soms vraag ik me af waarom. Maybe he wasn't very good looking. Misschien zag hij er niet goed uit. I don't know, but he was a good man. Geen idee, maar hij was wel een goede man. And he is a relative of Naomi's husband. En hij was familie van Naomi's echtgenoot. So Ruth goes to his fields. En Ruth gaat dus naar zijn veld. And they had this law in Israel. En ze hadden toen de tijd die wet in Israël. That when you worked your fields, you had to leave a little bit for the poor. Dat als je aan het oogsten was op je veld, dan moest je een stukje aan de rand overhouden voor de armen. Ruth and Naomi were poor. En dat waren Ruth en Naomi. So Ruth would go and she would get the leftovers from the field. Dus Ruth ging en die haalde dus wat overbleef van het veld. So that she could take care of her mother-in-law. Zodat ze voor haar moeder, schoonmoeder kon zorgen. But Boaz, the owner of the field. Maar Boaz, de eigenaar van dat veld. He sees her. Hij ziet haar. She has caught his attention. Ze, ja, viel op. And now we come to the story in Ruth chapter 2, beginning with verse 8. En nu komen we in het verhaal en we beginnen bij Ruth hoofdstuk 2. We're going to read from verse 8 through verse 13. En we lezen vers 8 tot en met 13. Go ahead. Yes. Daarop zei Boaz tegen Ruth, luister goed mijn dochter, je moet niet naar een andere akker gaan om are te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde diep, boog diep voorover en zei, waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben? En Boaz antwoordde, meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Ik dank u, Heer, zei ze, want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mijn moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. Interestingly, there right at the end, Ruth
makes very plain that she is not one of his servants. Interessant, aan het eind van dit verhaal maakt Ruth heel duidelijk dat ze niet een van zijn dienaren is. Ruth knows who she is in society. Ze weet wel wie ze is in deze maatschappij. In the Hebrew, she uses a very specific word here. En in het Hebreeuws gebruikt ze daar een heel specifiek woord voor. The word tells us that she knows that she belongs to the lowest class of society. En dat woord geeft aan dat ze weet dat ze behoort bij de laagste klasse in de gemeenschap daar. Her job is to do the lowest tasks in society. Dus haar taak is het om de minste baantjes te doen. It means that she belongs to an owner somewhere. Dit betekent eigenlijk dat ze van iemand is, eigendom. And this is even in comparison to slave women. En dat lijkt dus een beetje op slavinnen. Because a designated slave woman was still eligible to marry. Want een slavin kon nog steeds trouwen. And could be made free. En zou zelfs bevrijd kunnen worden. Ruth doesn't use that word. Maar dat woord gebruikt ze niet. She uses the word sipa. Ze gebruikt het woord sipa. And she uses it out of humility. En ze gebruikt dat vanuit een nederige houding. I know that I am sipa. Ik weet, ik ben sipa. I know my place in society. En ik ken mijn plaats in de maatschappij. And yet you are talking to me. En toch praat je tegen mij. And she expresses her gratitude to Boaz. En ze drukt haar dankbaarheid uit. Thank you that you see me even though I am sipa. Dank u wel dat u me ziet terwijl ik maar een sipa ben. She knows she has this inferior status. Ze weet, ik heb die lage status. However, maar there's something we have to realize with Ruth right here. Iets moeten we ons beseffen bij Ruth hier. She knows that she is not worthy to be speaking to Boaz. Ze weet dat ze het niet waard is om tegen Boaz te praten. And yet Boaz speaks to her kindly and comforts her. Maar Boaz praat met haar en vriendelijk ook. But that kindness is because of her initiative. Maar die vriendelijkheid is gebaseerd op haar eigen initiatief. She went to the field. Zij is naar het veld gegaan. She worked hard. Ze heeft hard gewerkt. He saw her. Hij heeft haar gezien. And she responds to him when he speaks to her. En hij reageert daarop als hij zo met haar praat. You see, she draws him into her story. Dus zij betrekt hem eigenlijk bij haar verhaal. Not the other way around. Niet andersom. She has energy. Zij heeft de energie. And she has courage. En moed. She actually has the last word in the conversation. Zij heeft zelfs het laatste woord in dit gesprek. I think maybe she left him speechless. Misschien heeft ze hem wel sprakeloos achtergelaten. But let's just stop for a minute. Maar laten we hier eens even stoppen. What do we see in this story? Wat zien we in dit verhaal? Because you see, this whole story is a foreshadowing of the coming of Jesus. Want dit hele verhaal is een voorafschaduwing van de komst van Jezus. The humble leader. De nederige leider. The humble leader who sees you and me. De nederige leider die jou en mij ziet. Even if we are sipa. Zelfs als we maar een sipa zijn. He sees us and he speaks to us with comfort and gentleness. En hij ziet ons en spreekt met ons met vriendelijkheid en zachtheid. And what does this comfort look like? En hoe ziet dat eruit? In verse 12 she says, under whose wings I have come for refuge. En in vers 12 staat er, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. So this idea of being under wings has to be really important for us. Dus dat idee dat je onder de vleugels bent, is belangrijk voor ons. Now do we have many farmers in here? Hebben we hier boeren? Any farmers? Landbouwers. So we probably don't know a lot about farming these days dus like they used to. Ik denk niet dat we dus hier veel weten over hoe je landbouw bedrijft. We live on a little farm in Kansas. Wij, mijn man en ik, wonen op een kleine boerderij in Kansas. And we live there with our daughter and son-in-law and three children. En daar leven we met onze dochter en schoonzoon en drie kinderen. And two dogs. En twee honden. And 20 chickens. En 20 kippen. And our goal is to keep the chickens alive. En ons doel is om de kippen in leven te houden. And we're not always successful. En we zijn niet altijd succesvol. But under his wings was something that they would have understood.
Maar dat idee van onder hun vleugels, dat hadden ze wel begrepen. So I just want you to imagine the mother hen with her wings out. Dus ik wil gewoon dat je voorstelt dat die moederkip daar met de vleugels uitgespreid is. And when all the little chicks come and they get under mama's wings. En al die kuikjes die daaronder kruipen. And it's just warm and cozy under mama's wings. En dat is daar warm en goed en gezellig. And it's kind of like heaven for the little chicks under mama's wings. En voor die kuikjes is het ongeveer de hemel. And then the storms come. Maar dan komen de stormen. And the heavy raindrops fall. En het gaat gewoon. And the hawk is circling above. En dan gaat een havik in de lucht. But the little chicks don't know that's happening. Maar dat weten die kuikentjes niet. Because they're under mama's wings. Want ze zitten onder haar vleugels. And they're in their little heaven. En ze zijn in hun hemeltje. Because mama stands between them and what's happening outside. Want mama staat tussen hun en wat er daar buiten gebeurt. And today Jesus says to you. En vandaag zegt Jezus tegen u. Come and be under my wings. Kom onder mijn vleugels. And I will comfort you. En ik zal je troost geven. And I will care for you. Ik zal voor je zorgen. And I will stand between you and what is happening in the world. En ik wil staan tussen wat er, tussen jou en wat er in de wereld gebeurt. Later the psalmist David would write, let me abide in your tent forever. Let me find refuge under the shelter of your wings. It's in Psalm 61:5. Later zal David, de psalmist, zeggen, pakken erbij, yes, here I am. Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels. So there's something about this passage that speaks to us on this Palm Sunday. Er is iets in dit gedeelte wat juist op Palmzondag spreekt. I think a little bit like Ruth, maybe we wonder where do we fit in society. Misschien wel een beetje als Ruth vragen we ons af, waar horen we nou in deze maatschappij? Maybe we struggle with who we are. Misschien worstelen we wel met wie we zijn. Where did Jesus belong on Palm Sunday? Waar hoorde Jezus thuis op Palmzondag? There were those in the world who thought they knew where he belonged. De waarden die wel dachten dat ze wisten waar hij thuis hoorde. They wanted him to overthrow the government. Ze wilden dat hij de regering omverwierp. But he came on a donkey. Maar hij kwam op een ezel. Humbly. Nederig. And Ruth says, I am only Sipa. En Ruth zei, ik ben alleen maar Sipa. I am the lowest of the low. Ik ben het laagste van het laagste. And some of us feel like we are the lowest of the low. En soms voelen we onszelf ook wel zo. But there's a difference between thinking you are the lowest of the low and understanding your position in society. Maar er is een verschil tussen denken dat je de laagste van de laagste bent en je positie in de maatschappij. The enemy wants to tell you you're not worthy. Want de vijand wil je vertellen je bent niks waard. He wants to attack your self-image. Hij wil je eigen beeld, je zelfbeeld aanvallen. He wants to tell you you shouldn't be around Jesus. Hij wil je vertellen je moet niet bij Jezus in de buurt komen. I don't think Ruth had a bad self-image. Ik denk eigenlijk niet dat Ruth een slecht zelfbeeld had. She just knew who she was. Ze wist wie ze was. And so there's a difference between how we feel about ourselves and what we're being told about ourselves, but understanding where we fit in this world. Er is een verschil tussen hoe we over onszelf denken, wat er van ons gezegd wordt, en hoe we in de wereld staan. Ruth was confident in who she was. Want Ruth was wel vol vertrouwen in wie ze was. She knew that she was committed to Naomi. Ze wist dat ze toegewijd was aan Naomi. And this was greater than any position that she could ever have had in society. En dat was voor haar belangrijker dan welke positie ze ook had in de maatschappij. Now all of us here today, we all have different roles in society. Nou hier, we hebben allemaal verschillende rollen in de maatschappij. We all have different work assignments. We hebben al verschillend werk. And society might tell us to judge one another. En de maatschappij zou ons kunnen leren dat we elkaar moeten beoordelen. But let's go back to Boaz a minute. Laat me even teruggaan naar Boaz. Ruth says, I am just Sipa. Ruth zegt, ik ben maar Sipa. But Boaz looks beyond her being Sipa. Maar Boaz kijkt daar voorbij. Because he saw her for who she really was. Hij zag haar voor wie ze was. She had worth in his eyes. Zij had waarde in zijn ogen. So much so. Zoveel. That he goes to the city gate. Dat hij naar de poort ging van de stad. And he meets with all the leaders. En hij ontmoet de leiders daar. And he says, I want to buy the inheritance of Naomi and her family.
En hij zegt, ik wil het erfgoed van Naomi kopen. Now somebody else had the right to do that. Nou was er iemand anders die dat eerste recht had. And he said to the man, if you want to buy it, you can buy it, but you also get Ruth and Naomi. En hij zei tegen de man, nou als jij het eerste recht hebt, ga je gang, maar dan krijg je ook Ruth en Naomi. And he said, I already have a wife. En hij zei, ho, ik heb al een vrouw. He says, you may buy her. Koop jij maar. So he pays off the debts of Ruth and Naomi. Dus Boaz betaalt de schuld van Ruth en Naomi terug. So that she can become his. Zodat zij de zijne kan worden. But it's just a foreshadowing. Maar het is een voorafschaduwing. Of what Jesus would do. Wat Jezus ooit zou doen. On this holy week. In deze heilige week. When Jesus went to the city gate. Toen Jezus naar de poort van de stad ging. He entered the city of Jerusalem. Ging in Jeruzalem binnen. Ready to pay the price. Klaar om de prijs te betalen. To buy freedom for you and me. Om vrijheid te kopen voor jou en mij. Ruth and Boaz, they get married. Ruth en Boaz trouwen. And amazingly, we only find Ruth's name in the book of Ruth and in one other book of the Bible. Heel apart, we kunnen haar naam alleen maar vinden in het boek Ruth en één ander boek in de Bijbel. Her name is found in the book of Matthew in the New Testament. Je komt het ook nog tegen in Matthäus. What is she doing in Matthew? Wat doet Ruth nou in Matthäus? She's found in the genealogy of Jesus Christ. Ze komt dan in het geslachtsregister terecht van Jezus Christus. Listen here from Matthew chapter 1 through 1 verse 6. 1 to 6. 1 to 6. Dit is Matthäus 1 vers 1 tot en met 6. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Gesteron, Gesteron verwekte Aram, Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas bij Rahab, Boas verwekte Obed bij Rut, Obed verwekte Izee, Izee verwekte David, de koning. Ruth becomes the great grandmother of King David. Ruth is dus de overgrootmoeder geworden van koning David. And from her line comes Jesus. En uit haar geslacht komt Jezus. And in the genealogy of Jesus only four women are mentioned. En in heel dat geslachtsregister van Jezus zijn maar vier vrouwen. And yet here's Ruth. Maar hier is Ruth. She was the foreigner. Ze was de vreemdeling. The alien. The outsider, ja, de buitenstaander, ja. Yeah. She becomes the ultimate insider through the power of love. Ze wordt degene die er helemaal bij hoort door de kracht van de liefde. You see, she was comforted. Ze werd getroost. Received warm words. Kreeg warme woorden te horen. And became sheltered under the wings. En kwam onder de vleugels terecht. It was her great grandson that wrote the Psalms. En haar achterkleinzoon schreef de psalmen. Who said, let me abide in your tent forever and find refuge under the shelter of your wings. En die zei, laat me in uw tent wonen en laat me een schaduw en veiligheid vinden onder uw vleugels. So on this Palm Sunday morning. Dus deze Palmzondag. Where are you on your spiritual journey? Waar bent u op uw geestelijke reis? Are you sheltering under those wings? Bevindt u zich onder de vleugels? Have you left your storm and found a safe refuge? Heb je de storm achtergelaten en een veilige plek gevonden? Can you say with the psalmist, my refuge and my fortress, my God in whom I trust? Kan u zeggen met Psalm 91, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. On this Palm Sunday. Op deze Palmzondag. God is revealing a new family. Openbaart God een nieuw gezin. Just like he made a new family with Ruth and Boaz. Zoals hij ook met Ruth en Boaz een nieuw gezin, een nieuwe familie maakte. All of us are invited into his family. En we worden allemaal uitgenodigd in die familie. It's not a political kingdom. Het is geen politiek koninkrijk. It didn't have to do with overthrowing the government. Het had niks te maken met de regering omverwerpen. It had to do with setting a table. Het had te maken met een tafel klaarzetten. For the whole family to come and eat together. Voor het hele familie om hier samen te komen en te eten. And today you are invited to that table. En vandaag wordt u uitgenodigd aan die tafel.
What are you struggling with today? Waar worstelt u mee vandaag? Are you afraid? Bent u bang? Are you anxious? Misschien bezorgd? Do you wonder where you fit in society? Vraagt u zich af, wat is mijn plaats in de maatschappij? Then I invite you to leave your homeland. En dan nodig ik je uit om jouw thuisland te verlaten. Like the far country of Moab. Zoals het verre land Moab. Leave your people and leave your gods. Laat je goden en je mensen achter. Tear yourself away from your friends like Orpah. Ga vandaan bij je vrienden zoals Orpah. And come across into the promised land. En kom naar het beloofde land. And begin to glean in the fields of the gospel. En vind jezelf in de velden van het evangelie. There you will meet the true Boaz. Want daar vind je de ware Boaz. It's Jesus. Het is Jezus. He will show you kindness. En hij zal vriendelijk voor je zijn. And you will become his. En je wordt de zijne. And you will live at home forevermore in his house. En je zal voor eeuwig thuis zijn in zijn huis. Where you will be blessed indeed. En je wordt echt gezegend. Let's pray. Laten we bidden. Heavenly Father, we thank you for your word this morning. Vader, dank u wel voor uw woord deze morgen. And I just pray that your word would speak to each one of us here. En ik bid dat uw woord tot ieder van ons spreekt hier vanochtend. And if there's anyone here today that needs to come and find shelter under your wings. En als er iemand is hier die vanochtend schuilplaats onder uw vleugels wil vinden. Might they do that today? Laten ze dat vandaag doen. Drawing close to you. En dicht bij u komen. Coming out of the storms of the world. Uit de stormen van deze wereld vertrekken. And finding peace. En vrede vinden. With Jesus, our Savior and Messiah. Met Jezus, onze verlosser en Messias. Amen. Amen. We zingen met elkaar een toekomst vol van hoop. Niemand anders, u alleen, leidt ons.
We willen samen met elkaar bidden. En mij raakt dat moment van Ruth in het veld en Boas ziet haar voor wie zij is en die waarde. En ik, inmiddels ken ik jullie allemaal een beetje en ken ik mezelf ook af en toe. En een van de dingen die wij allemaal willen is, wij willen allemaal gezien worden. Wij willen allemaal gezien worden. Hier is ons probleem. We willen allemaal gezien worden, maar je mag eigenlijk niet kijken. We willen gezien worden. Maar je mag niet kijken en dan zien voor wie we werkelijk zijn. De dingen die daar spelen in ons leven. Iedereen heeft het intrinsieke verlangen om gezien te worden. Maar daarbij hebben we ook een paar voorwaarden. We willen gezien worden als iemand die geliefd is en waardevol. En wel het toedoet in dit leven en wel zijn plek mag hebben in deze wereld. Maar je mag niet kijken naar de gebrokenheid die in de weg staat, de pijn en de zorg en de nood en de angst en al die dingen die daarmee bij komen kijken. We willen gezien worden, maar je mag niet kijken. Maar wat als Jezus jou gewoon ziet voor wie jij bent? En dat voor wie jij bent, dat mooie is, wij denken altijd, wij mogen invullen wat dat betekent. Dat wij mogen invullen, maar ja, ik ben dit en dat en het niet waardig en Sipa, dat is wie ik ben. Ik vul maar in voor u, Heer Jezus. Nee, maar Jezus ziet jou voor wie jij bent. Maar aan hem om dat in te vullen. Dus vanochtend is mijn vraag aan jou.
mag Jezus kijken. Die kijken. En mag hij jou in die ogen van jouw ziel kijken en zeggen van wauw. Je bent een zus van mij en je bent een broer van mij. Zo geliefd. Carla heeft gelijk, ik hou zo van Jezus, ik hou zo van jullie. En ik hoop dat jij dat een keer mag zien, dat Jezus naar jou kijkt en zegt, man. Ik hoop dat je gezien weet op dit moment. Laat me alsjeblieft kijken. Dus misschien is die ochtend, dit moment bij het altaar, die plek waar je, van mooie omschrijving, waar je als het ware in dat veld, op het veld van het evangelie staat. En Jezus jou benadert en mag zien voor wie jij bent in hem. Dus laat je maar zien. Laat hem maar kijken naar al die dingen. Alles wat er speelt in jouw leven. En laat hem dan jou maar vertellen wie jij bent. Dus je bent van harte welkom hier bij het altaar. Dan gaan we samen bidden. In de hemel, we willen u danken voor elke keer weer deze momenten. Dat we bij u mogen komen hier zo één keer per week. Of dat nu hier fysiek bij het altaar is. Of dit moment gewoon ergens in de zaal. Of via de livestream of wat dan ook. Maar even die anderhalf uur pakken. Weer helemaal op te gaan in uw bestaan in deze wereld. En Heer Jezus, ik bid dat u op dit moment, Heer, al deze verhalen, we weten dat u al deze verhalen kent, dat u aanwezig bent, dat u al deze dingen bent en wij weten dat allemaal. En het voelt zo anders. Ons niet gezien weten. Of de angst dat als iemand werkelijk zou kijken, wat hij dan te zien krijgt. Maar Heer, hier zijn wij. Met onze verhalen van gebrokenheid en nood en zorg. En de woorden die ontbreken, de antwoorden die we zoeken, onze paniek of wat dan ook. Iedereen zo met zijn eigen patronen. Heer, kijk maar. Dit is wie wij zijn. En Heer, misschien zeggen we dat en denken van, ja, meer is het niet. That's it. Maar Heer, ik bid dat wij op dit moment ons laten zien in onze ziel, in ons bestaan, dat wij stappen op dit veld van het evangelie, van het goede nieuws, van het koninkrijk van God, dat goed nieuws is. Dat het nog meer mag onthuld worden, ook in dit moment, Heer, in ons bestaan. En dat u naar ons kijkt en zegt, ik zie zoveel meer dan dat. Heer, misschien kunnen we ons even voorstellen dat wij daar op dat veld zijn, op onze knieën. En u voor ons komt staan en ook op uw knieën voor ons gaat knielen en ons in de ogen kijkt, diep in onze ziel en zegt, ik zie een broer, ik zie een zus, ik zie een kind van de Allerhoogste.
Heer, mogen wij dat beeld meenemen naar de rest van deze week, naar de rest van deze maand. Mogen we dit beeld koesteren. Samen knielend met Jezus. In een veld van goed nieuws. Want in hem zijn wij meer dan dat. Onze definities. Van onszelf. Onze karikaturen van onszelf. Onze ideeën over wat anderen over onszelf vinden. Maar in Jezus meer dan dat. En samen als lichaam van Christus. Veel, veel meer dan dat. Een baken van hoop voor elkaar. En voor deze wereld. Heer, dank u wel dat u zoveel van ons houdt. Heer, dank u wel dat wij ons uw kinderen mogen noemen. Heer, dank u wel dat u onze vader bent. En wij houden van u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja. We zingen nog een aantal liederen en doe maar wat bij u past. U mag staan, u mag knielen, u mag doen wat u wil. Maar laten we met elkaar zingen. Tot eer van de Heer. Van God, maar...
Mensen, we willen nog even de tijd nemen om samen te bidden voor, ja, voor gebrokenheid, niet in de zin van meer ervan, maar we bidden voor de gebrokenheid die er is. Gebrokenheid in ziel, in lichaam, in geest, in relaties, gebroken, gebrekken aan energie, perspectief, voor al die gebrokenheid, al deze dingen willen we samen als lichaam van Christus in gebed bij de Heer brengen. Dus mag ik jullie uitnodigen zo ver mogelijk om te gaan staan met elkaar. En als jij zegt, ik wil gebed voor mijn lichaam, voor mijn ziel, voor mijn geest, voor mijn relatie, voor deze dingen overal waar gebrokenheid zo aanwezig is. Ik heb gebed nodig. Dan nodig ik je uit. Kom erbij. Dan gaan we samen met en voor jou bidden. En jullie weten hoe het werkt, dus kom maar erbij staan, leg handen op, ga samen met en voor hen bidden. Kom maar erbij. Mensen, mag ik jullie uitnodigen om samen met en voor deze mensen te bidden. Vader in de hemel, Heer, we komen bij u met de wonden van ons bestaan. De wonden van ons als lichaam van Christus. Heer, straks gaan we dat groot vieren, de opgestane Heer. De opgestane redder, het lichaam van Christus, Heer, maar dat nog steeds zijn wonden toont. Want het is aan hun wonden en aan zijn wonden dat hij werd herkend. En Vader, zo is dat ook voor ons als lichaam van Christus. Pijn en nood en ziekte zijn niet afwezig in ons bestaan. Maar wij tonen ze jou. We tonen ze aan elkaar. We tonen ze aan u, Heer. Dit is wie wij zijn. En er zijn zoveel vragen waarschijnlijk en zoveel zorg en radeloosheid en nood. Maar Heer, ik bid dat we al deze dingen, de vragen mogen leven met hoop. En niet met vertwijfeling en wanhoop. Dat we hoe dan ook weten dat er is een toekomst vol van hoop. Op een of andere manier, Heer, komt het allemaal goed.
Aan het eind komt het altijd goed. En als het nog niet goed is, dan is het nog niet het einde. Heer, zo dragen wij al deze dingen aan u op. Heer, de oorlog in onze relaties, in onze ziel, de oorlog in ons lichaam, in ons verstand. Heer, behandelingen die lopen, gesprekken die gaande zijn, medicijnen waar we wachten op uitkomst, op werking. Heer, we dragen het allemaal aan u op. Heer, we bidden dat u het allemaal ziet. Ziet voor wat het is. En geeft wat nodig is. Heer, zeker, we willen allemaal herstel en genezing. Maar op dit moment hebben we misschien even slaap nodig. We hebben rust in ons hoofd. Nog net even iets meer geduld. Nog net even iets meer energie. Misschien iemand die naast ons komt zitten terwijl we wachten en wachten en wachten. Heer, mogen we gezegend zijn met datgene uit uw hand wat we op dit moment ten diepste nodig hebben en naar verlangen. Heer, dank u wel dat u een God bent van herstel en van genezing. Op welke manier deze ook mag komen. Maar Heer, we leggen al deze vragen en zorgen in uw hand. Vertrouw erop dat u volgens uw wil en mee aan de slag zult gaan. Dat vragen we in Jezus' naam. En iedereen zegt, amen. Ga even naar je plek, dan geef ik ons nog een zegen mee. En ik dacht, ik moet het misschien ook weer een keer uitleggen. Wij zingen altijd samen nog Vrede van God. Waarom doen we dat? Omdat wij vaker hoor ik meer interactie in een dienst. Interactie. En wat mensen dan mee bedoelen is vooral heel intellectueel. Ik wil wat zeggen, de ander wil ook wat zeggen. Met z'n allen willen we wat vinden. En dan is het een feest van meningen. En dat was dan heel interactief. Maar ten diepste geloof ik dat het interactiefste wat wij kunnen doen op dit moment in deze dienst is elkaar te zegenen. Dus ik geef jullie een zegen mee en dan neem je die en dan gaan we samen zingen en dan geef je hem door. Gezegend om tot zegen te zijn. En dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jullie harten en gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen. Amen. Een hele fijne en gezegende week.